webcam-seks is het. Zo dat gevoel heeft het, ja, denk ik hoor. Zijn we op tijd. Zijn we terug. Ja, je bent dus nu aanwezig met de aardlaffers. Ja. We zitten op te wallen. We willen ongegeneerd reclame maken voor jou. Dus we willen een soort reclamespotje maken. Oh, dat vind ik goed, ja. We willen een goed gesprek hebben over kunst. Ja. We willen ook een oppervlakkig gesprek hebben over kunst. Fijn, ja. En als laatste... We willen een cliffhanger. Ja. Oké. In die volgorde ook? Ja. Ja. Dan gaan we ongegeneerd reclame maken voor jou. Ja. Met z'n drieën. Goedenavond. We zitten hier vanavond in bed met Dennis van den Broek. Internationaal kunstenaar bekend van Studio van den Broek, waar hij... Nee, stop. Studio Dennis van den Broek. Misschien zou je kunnen zeggen dat ik... heb gestuurd aan de prestigieuze toneelacademie in Maastricht, natuurlijk. Ja. En dan kan je misschien zeggen dat ik aan een nog prestigieuzere school aan Central St. Martins heb gestudeerd. Ja. En dat ik daar een soort van met eervolle vermelding ben afgestudeerd. Dat vind ik wel goed om te noemen. Het nieuwe instituut, dat is een goede trekker. Nu wat voor Lancôme gedaan, mijn eigen studio opgezet, Studio Dennis van der Broek, This Selfish Should Justify My Existence natuurlijk, de blauwe D-trui. Goedenavond, we zitten hier vanavond in bed met Dennis van der Broek, art director van Studio Dennis van der Broek. Onder meer bekend van zijn pretentieuze wereldberoemde trui, de D. Ja. Wereldwijd bekend geworden met de D-trui, zeg dat gewoon. Is die ook echt over... Ja, hij is wel echt over de hele wereld. Ja, er is zelfs een man in Texas die mijn trui heeft. Wauw. Winnaar van de paradeparel van het ITS Festival en de ISH Art Awards. Dames en heren, Dennis van den Broek. Oké, goed hoor. Ja. Ik heb ook een knipoog gedaan aan het eind. Yes! We beginnen met een goed gesprek, hè? Ja, we gaan een goed gesprek, maar wel kort. Ja. Want goede gesprekken duren vaak iets lang. Zeker. Dat het hoogtepunt moet je stoppen. Snappy, weer al. Ja. Nou ja, het hoeft niet zo catchy zoals... dat was net. Jij vond dat catchy. Dat was ook wel heel erg catchy. Beginnen we gewoon in het wilde weg over kunst te praten, of? Nou ja, het gaat natuurlijk over jou. Ah ja. Het hele project waar we nu in zitten gaat over hoererende kunst. Ja. Wij hebben dat vertaald naar dat kunst een doel moet dienen. Ja. Ik heb altijd gezegd, en ik dacht laatst nog van, geloof ik daar nog steeds in? En ja, dat geloof ik nog steeds. Ik maak kunst voor andere mensen. Tuurlijk ook voor mezelf. Maar... er is niet volledige voldoening bij mij. Daarom is theater zo'n gaaf medium, of performance, is omdat dat alleen maar bestaat bij de gratie dat er mensen zijn. Dat er naar gekeken wordt door andere mensen. Yeah. Daarom ben ik, denk ik, performance gaan doen. En dat vind ik niet zo aantrekkelijk en niet zo goed aan veel beeldende kunstenaars. Die heel erg werk produceren... wat veel meer een soort relatie heeft tussen het werk en henzelf. En daarna dat werk naar die galerie slingeren. En die galerie pleurt dat aan die witte muur. En zij zijn alweer bezig met het werk. Terwijl voor mij juist het moment dat dat werk aan die witte galerie muur hangt. Dan begint het eigenlijk pas. En daarop doorvolgend is natuurlijk de stap naar... commerciëlere projecten doen. Een heel logisch gevolg. Want je draagvlak wordt gewoon veel groter. En daar wordt natuurlijk ook best wel op neergekeken. Op die soort van hele vercelebritisering van de kunst. Mm-hmm. Terwijl ik dat helemaal niet per se een slecht... het is volgens mij ook iets heel erg van deze tijd. Want iedereen is zichzelf aan het branden. Dat is gewoon zo. Iedereen is daarmee bezig. Voor mij is zo, of ik nu iets voor Lancôme doe, of een installatie maak voor het nieuwe instituut, of een performance op de Wallen doe, dat is voor mij eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Dus die labels worden eraan gekoppeld door, eigenlijk door andere mensen. Mm-hmm.
En voor mij is het eigenlijk allemaal eenzelfde manier van een soort universum creëren. Of van, eigenlijk gaat het vooral daarover. Of een soort bubbeltje te maken voor zo'n moment. En daarom vind ik ook, daarom ben ik ook, daarom, en dat gevecht is nog steeds aan de hand. Maar daarom ben ik, voelde ik me ook niet helemaal geschikt in het hok van een kunstenaar of een beeldend kunstenaar. Ik associeer me niet zo met het bestaan of zo, het kunstenaars ding. Pew, ik vind het wel, ik vind het me wat, kunst. Zullen we door naar het oppervlakkige gesprek? Ja, we gaan nu het oppervlakkige gesprek hebben over kunst. Want over een oppervlakkig, zo, ik heb het ook best wel lang geleden een keer heel vurig met mijn lief gehad over de relevantie van de populaire cultuur. En ik was dan heel erg aan het soort van bevechten dat dat ontzettend belangrijk is en dat Beyoncé net zo goed is als Marina Abramovic. Wow. Toen ik in Londen woonde, was zij in de Serpentine Gallery. Toen deed zij zo een van haar enduring performances. Yeah. En toen ben ik gaan kijken met twee vrienden van de toneelschool. En wij kwamen daar binnen en ze zag er niet uit. Ze is echt gewoon devastated. Gewoon plat gebotox. Dus daarin, ze zei wel dat ik een mooie jas aan had. Maar, dus daarin was ik totaal niet starstruck, wat toch de poging met haar is. Er stonden rijen dikke mensen, want die wilden allemaal haar zien. En toen kwamen we daar binnen en toen waren er allemaal van die fucking vage opdrachten die je moest doen, waarvan wij alleen maar dachten, gewoon de eerste les op de toneelschool. Ik pikte het gewoon niet. Het is gewoon fake. Het is gewoon fake, vond ik. Yeah. Maar ik vond dan die Artist is Present, dat had ik heel graag willen bedenken. Want dat is wel een geniaal werk, sorry. Dat is het gewoon. Dat is het gewoon. Anyway. Maar ik ben eigenlijk nog meer excited dat ik 16 juli naar Beyoncé ga. Dat vind ik eigenlijk spannender dan het gevoel wat ik had toen ik naar Marina Abramovic ging. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat je daarvan gaat vinden. Misschien valt dat ook wel tegen. Ja, dat hoop ik. Daar hoop ik dus echt niet op. Bijvoorbeeld Lady Gaga of zo, dat soort mensen. Dat is helemaal niet dat ik die mensen soort adoreer of fantastisch vind. Maar ik vind hun wel. Je kan hun niet zomaar wegcijferen als oppervlakkige popsterretjes. En ik was op een gegeven moment ook gewoon helemaal klaar met zo het getergde kunstenaarsbestaan. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet zo kwijnend in een atelier, maar soort van. Met filterkoffie, dat wil ik niet. Dat is het me niet waard voor de kunst, laat maar zeggen. Nee. Daarom heet ik studio. Dat is echt ook wel. Ik wil een plek suggereren. Mm-hmm. Ik wil niet. En dat is misschien een beetje paradoxaal, omdat ik mijn eigen hoofd gebruik. Maar ik wil loskomen van. Ik wil de brand van Dennis van den Broek zijn, maar ik wil niet de. Het individu Dennis van der Broek zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik wil niet de kunstenaar Dennis van der Broek zijn. Snap je? Het gaat mij veel meer om het mens, om mensen bij elkaar te brengen. Oh, dat is vreselijk. Ik heb een soort libella uitspraak. Ik wil graag met mensen werken. Ik ben een echt mensmens. Ik wil net zeggen, ik ben een echt mensmens. Echt een libella uitspraak heb ik zojuist gedaan. Heel erg huismoeder. Het zou best leuk zijn als je een artikel krijgt in de Libelle. Zo'n cover spread in de Libelle. Yeah. Love it. Maar nee. Stop. Linda. Ik wil in de Linda. Dat lijkt mij het aller. Dat vind ik echt een goed blad, namelijk. Ja, maar Linda die doet het ook best wel goed. Maar daarom, dus dat, als we dat hiermee zouden kunnen bereiken vandaag. Dat ik in de Linda kom, dan hebben we iets goeds gedaan. Oh, dat is de cliffhanger. Is dit de cliffhanger? Ja, is misschien wel een cliffhanger. Dit is de cliffhanger. Oké, dus wij gaan ervoor zorgen dat jij in de Linda komt. Hi!
vond ons goede gesprek over kunst niet per se een heel vernieuwend, heel goed gesprek over kunst. Ik schaam me ook een beetje af. Ik ook. Ik heb ook echt dingen al gezegd waarvan ik dacht, fuck, daar ga je weer. Ik ook. Dat krijg je te horen.